niks bij zeggen, feitelijk. Het gaat feitelijk over dat er sommige ouders van Marokkaanse afkomst en hun kinderen op een bepaald moment aan heroïne verslaafd raken. En die ouders, of de vrienden, of de geburen, die hadden echt geen enkel ervaring of geen enkel referentie voor die probleem aan te pakken. Dus de kinderen die het verkeerd hebben, wisten niet hoe men dat moet pakken, maar eerst moet ik het werk op te stellen. En dus ik leg verschillende situaties aan. De moeder die haar kind verloren heeft met een zoon. De vader die in schaamte gevat heeft met zijn dochter, die prostitueert van de leerlingen. Marokkaan is een man, meestal. Of van vrienden die veranderd zijn, die ze niet meer op dezelfde wijze stappen, die niet meer op dezelfde wijze spreken, die geen medelijden meer hebben met hun lichaam. En ik denk klacht bij God. Ik zeg: God, ik denk klacht tegen dat probleem. Ik weet niet wat tegen wie dat moet zeggen. Want dat waarschijnlijk, ik weet niet of het een oplossing is, of dat er iemand dat weet, iets aan doen of zo. En ik heb één hoek in Brussel of in Molenbeek, die feitelijk voor iedereen of al de media's op zoek, en dat is van de metro Rebelkoer. En zijn er dan 20-tal junkies die dat de deel uitmaken van de stad beeld wegleggen. Bomen, gebouwen, die staan er altijd. En de politie doet er niks aan. En die worden als het logo van Molenbeek. Ik heb onlangs iemand heeft mij gevraagd om wat uit te komen. Ik zeg, al de media zoeken op twee rode bladen aan de voet van een boom. Maar verder, die bladen zijn niet van die boom. Ik weet niet wat ze toegemaakt zijn daar aan. De boom heeft 100.000 bladen. En heeft ook vruchten. Het is een mooie boom met vruchten die we zelf mee opbieden met andere mensen. En dat, dus ik hoop van heel mijn hart op dat iets gebeurt, want er zijn twee grote bladen die ons voorstellen. En we hebben er niets mee te maken, want de meeste families zijn echt gewoon bij jullie, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters. En tegen gewone mensen die gewone problemen vinden, een probleem met iemand in hun huis, hier, of in de school, of maar niet, met dat probleem. Dus ik lach dat probleem aan bij God. Thank you.
Kunnen we eventueel alles vinden tot het begin? Of doen we nog eens? Thank you.